Hallo allemaal, alweer de vijfde online klas muziektheorie. En ook vandaag weer veel op programma. We gaan ook wat verdiepingen in op sommige punten. We gaan zo meteen eerst weer wat intervallen en drieklanken luisteren. En, kijk, Sander heeft inmiddels ook geluid. Intervallen en drieklanken luisteren, daar heb ik ook wat uitbreidingen op. Dan gaan we de quintencirkel nog een keer doornemen, want dat hebben we 2 weken geleden al een keer gedaan, maar dat hebben we nog niet helemaal afgemaakt, dus dat wil ik vandaag graag doen. En daaraan gekoppeld wil ik graag de mineurtoonladders behandelen. Nou, daarna gaan we weer oefenen op de ritmieken. Jullie hebben zelf kunnen oefenen op de ritmieken van vorige week. Die gaan we vandaag nog een keer herhalen en dan krijgen we vandaag ook weer een nieuw ritme. Vervolgens wil ik weer een blokje theorie behandelen. Wil ik het hebben over sequenzen, muzikale sequenzen. Nou gaan we theorie, praktijk, swing spelen. Hebben we vorige week een beginnetje meegemaakt en vandaag gaan we daarmee verder. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen als swing spelen deel 2. Daar hebben we dus ook het instrument bij nodig. Als er nog tijd over is, dan gaan we nog een klein intervallen sessie doen. Nog een klein beetje gehoortraining. En aan het einde heb ik weer 4 muziektermen voor jullie. Goed, nogmaals, als er vragen zijn, stel ze ondertussen in het programma op de chat. En anders ga ik gewoon lekker verder steeds. We gaan eerst weer de gehoortraining doen. En dat wil ik vandaag opsplitsen in 2 blokjes. We gaan eerst een blokje met intervallen doen en daarna een blokje met 3 klanken. Omdat we ze beide elementen een beetje gaan uitbreiden. We gaan nu namelijk alle afstanden binnen een majeur toonladder behandelen. En we hebben natuurlijk al gehad de priem, de herhaling van dezelfde toon, of de grote seconde. Dat is bijvoorbeeld ook het begin van Vader Jacob. Een grote terts. Een reine kwart. Het over het is het begin van 2 helmes. Reine kwint. Ik zeg steeds van, dan kun je luisteren naar Altijd is Kortjakje ziek. Maar je kunt natuurlijk ook Star Wars. Ja. Dan kun je ook luisteren, is dat Star Wars? Grote seks, dat is een nieuwe. Bijvoorbeeld het begin van Berenbotje. Een lastige, maar misschien tegelijkertijd ook weer niet, is de volgende. Dat is namelijk het grote septiem. Dat is namelijk een hele grote afstand, maar toch vrij dissonant. Bach gebruikte dit ook veel als aan het einde van zijn muziek. Die dissonant die erin zit. En dan het rijnoctaaf. Die hebben we vorige week ook al gehad. Toen noemde ik dat als een grote sprong. Je zou ook kunnen denken aan Somewhere Over the Rainbow. Goed. Ik snap dat dit best wel veel is. En ik wil graag eerst even oefenen met de laatste 3. Namelijk de grote seks, de grootste team en het rein octaaf. Dus doe met mij mee. Ik speel steeds een afstand. En dan kun je zelf luisteren wat je denkt dat is. Na 2 keer spelen geef ik het antwoord. Dit is een grote seks. Het is het rein octaaf. Als je een 3-klank omhoog zou zingen, kom je daar misschien op. Volgende. Nog een keer. Dit is een grote sext. Eventjes. Er komen nog steeds mensen binnen in het programma. Hartstikke leuk. Grote sext.
Het is het grootste team, hoor je misschien wel, zo'n dissonant. En eigenlijk moet hij oplossen. Naar het treinoctaaf. Goed, we hebben nu 3 afstanden gehad om te luisteren. De grote sext, het grootste team en het treinoctaaf. Ik ga daar ook nog een ters bij toevoegen. Dus nu heb je 4 mogelijkheden. Dit is een grote sext. Ik zie dat er ondertussen een vraag is in de chat. Septiem als bij Maria van de West Side Story. Nee, dat is een overmatige kwart. Dus dat is een andere afstand. Dit is een overmatige kwart. Het is ook zo dissonant, hè? Maar dit is het grootste septiem. Dit was de afstand die ik net speelde. De grote sext. Volgende. Het grootste team. Dit is de grote terts. De grote sext. Het rijnoctaaf. Goed, dan gaan we het een stap moeilijker maken. Nu heb je alle intervallen binnen de major toonladder als mogelijkheid. Dus van reine priem tot rijnoctaaf. Daar komt ie. Ook voor jezelf na te zingen. En misschien kun je dan als ezelsbruggetje dat liedje eraan koppelen. Dit is een reine kwart. Een grote seconde. Dit is een groot septiem. Weer een grote seconde. Een reine kwint. Ik speel er nog 2. Octaaf. En een grote sext. Goed, dit waren de intervallen van vandaag. En ik zei al, we gaan nu verder met de 3 klanken. En ik wil jullie graag 2 nieuwe 3 klanken leren om naar te luisteren. En daarvoor ga ik jullie eerst het volgende uitleggen. Als jullie in de slide even op de slide kijken, dan zie je hier de reine kwint. Daar hebben we natuurlijk naar geluisterd net op. Reine kwint. Een reine kwint, die kun je ook verkleinen. Dan wordt het een verminderde kwint. En harmonisch is dat overigens ook dus die afstand van Maria, de overmatige kwart. En je hebt ook de overmatige kwint. Als je de G in dit geval, want ik speel nu CG, als kwint, de G verhoogt naar Gies. En je krijgt dan nog hele mooie, bijzondere andere 3 klanken. We hebben de afgelopen weken al geluisterd naar de majeur 3 klank. Om het verschil te gaan herkennen tussen majeur, als je daarnaar luistert, en mineur.
is mineur. Dan hebben we ook nog verminderd. Het is een beetje onheilspellend misschien, hè? Een beetje wrang. Dus nog een keer herhalen vanaf majeur. Mineur. Verminderd. En overmatig. Dat zijn eigenlijk twee grote terts op elkaar. Ook een bijzondere klank. Dus nou hebben we vier mogelijkheden. Dit is trouwens de laatste, is ook bijzonder, is een evenwijdige drieklank, omdat je hebt steeds grote terts op elkaar. En als je een grote terts stapelt op C, dan krijg je E. En daar weer een grote terts op stapelt, krijg je Gies. Als je daar een grote terts op stapelt, dan krijg je N harmonisch gelijk weer een C. Dus vandaar dat je dat zo noemt. Vier mogelijkheden. Ik ga steeds aan je voorspelen. Probeer goed mee te luisteren en te bedenken voor jezelf wat het is. Dit is een majeur drieklank. Het is een overmatige drieklank. Past het misschien horen, maar je hebt hier in die grote terts, die we in de majeur drieklank hadden gehad. Volgende. Dit is de verminderde drieklank. De majeur drieklank. Mineur. Verminderd. Ik hoop dat het lukt bij iedereen. Ik ga het nog een klein beetje lastig maken om hier naar te luisteren. Het is natuurlijk al vrij pittig, dat realiseer ik me best. Maar ik weet zeker dat je hiermee ook je gehoor heel erg ontwikkelt en traint. Dus misschien toch de moeite waard om dit eens te oefenen zo. Wat ik moeilijker ga maken is dat ik nu niet de tonen los ga spelen, maar samen. Als driekant in één keer. Komt-ie. Dit is de mineur drieklank. Dit is overmatige drieklank. Dit is een majeur drieklank. Ondertussen nog even de computer bedienen, want ik zie dat iemand nog de chat in wil. Even kijken hoor. Ja, volgende. Dit is verminderd. Laatste. De overmatige drieklank. Goed, ik hoop dat dit lukte en dat jullie sowieso natuurlijk de piano goed kunnen horen. Daar heb ik geen feedback op gekregen, dus ik ga ervan uit dat het goed is. We hebben dus vandaag twee nieuwe intervallen geleerd. De grote sext en het grootste tien. Iemand zegt, ik zie de toetsen. Ja, dan kun je een beetje spieken. Misschien alleen maar makkelijk. En we hebben twee nieuwe drieklanken geleerd. Namelijk verminderd en overmatig. Nou, realiseer je het misschien niet zo op dit moment, maar dit komt vaker voor in de muziek dan dat je denkt op deze drieklank.
Nogmaals, vragen die kun je stellen in de chat. We gaan nu verder met de theorie. En zoals ik al aan heb gegeven, gaan we nu eerst de kwintencirkel doornemen en daarna de minutonladders. Vorige keer hebben we het al over de kwintencirkel gehad. Dit geeft een overzicht van de toonsoorten met bijbehorende voortekens uiteraard, maar ook de verwantschappen tussen de toonsoorten. En de kwintencirkel begint eigenlijk bovenaan altijd met de C. De toonladder van C heeft geen voortekens. Als je daar een kwint bij optelt, dan gaan we één stap naar rechts in de kwintencirkel, dan zie je daar G staan. Dat betekent dus de toonsoort G heeft één kruis. Dus rechts is de kant van de kruisen. CG is ook een kwint. Hè? Als je omhoog telt in de toonladder van C, dan krijg je C, D, E, F, G. G heeft dus één kruis. G is de kwint op C. Als je met dat ene kruis ga je voortaan mee rekenen, tel je een kwint op G, krijg je dus G, A, B, C, D. De toonladder van D heeft twee kruisen. Gaan we weer een kwint tellen op D. Let op dat je de kruisen ook meetelt. D, E, vies, G, A. Eigenlijk in het begin, is het sowieso handig om de toonladders en toonsoorten goed te beheersen tot en met drie kruisen en drie mollen. Dat is zeg maar B-examenniveau. Je moet ze eigenlijk ook wel leren voor je A-examen. Voor B-examen komen de minorladders daar dan ook bij. En voor C moet je uiteraard wat verder gaan. Ik kan altijd aanraden om toonladders te oefenen. Ik oefen ze eigenlijk ook elke dag zelf nog, omdat als het eenmaal in je systeem zit, er zijn zoveel loopjes in de muziek die eigenlijk gewoon neerkomen op toonladderfiguren, dat het al zoveel scheelt als je die toonladders ook goed kunt spelen. Dus ja, ik hamer er altijd op, blijf toonladders oefenen. We hebben nu de kwintcirkel aan de rechterkant doorgenomen tot met A. We gaan nu ook nog even de andere kant op. Als je bij C weer start, aan de bovenkant, dan gaan we nu naar links. Rechts gaat dus omhoog met de kruisen, dus dan tel je de kwinten ook omhoog. Links dan krijg je de mollen die verlagen, dus je telt nu ook kwinten naar beneden. Kom je als eerst van C, B, A, G, F, kom je bij de F uit. F heeft dus één mol. Als je nu naar beneden telt vanaf de F, moet je die mol ook meenemen. Net zoals we net bij de toonladder van D hebben ook geconstateerd dat je naar A, anders dan krijg je een verkeerde kruisstelling. Gaan we nu dus met F naar beneden tellen en kwint, krijg je F, E, D, C, Bes. En daarom is het zo belangrijk dat je meetelt. Bes heeft dus twee kruisen. Als je weer een kwint naar beneden telt, nu twee modden meetellen, kom je op S uit. Waar we het vorige keer niet over hebben gehad, is dat er ook verwantschappen zijn tussen de toonsoorten. En dat is aan de ene kant dat er wat overeenkomsten zitten in de harmonie, voor harmonieleer dat die handig zijn. Aan de andere kant voor de toonsoorten majeur en mineur. Toonladder van C heeft geen voortekens. En als je nou iets lager in de cirkel kijkt, dan zie je dat daar A mineur staat. Dat betekent dus dat A mineur de paralleltoonladder is van C majeur. Elke majeurladder heeft ook een mineur variant. En dat is eigenlijk dan de variant met de zelfde voortekens. In dit geval dus geen voortekens. Dus dit is de toonladder van C groot. En dit is de toonladder van A klein. Dat is bijvoorbeeld voor de toonladder van G ook zo. En als je dan de toonladder van G, de G groot, G majeur, is de paralleltoonladder E mineur. E mineur heeft dus ook één kruis. Hier zijn dus wat overeenkomsten te vinden. Nog één keer eventjes het ezelsbruggetje voor de kruisen en voor de mollen. Dit geldt voor de majeur toonladder, dus C groot, dat moet je even onthouden, heeft geen voortekens. En als je dan naar de kruis kijkt, kijk je naar de zin, bijvoorbeeld geef die aap een bord visies. Hè? Waarbij visies, vies en sies zijn. Geef, begin met de G, dus de toonladder van G heeft één kruis, die
begint met een D, dus de toonaard van D heeft twee kruisen. Het zinnetje voor de mollen is: Friese boeren eten alle dagen groene couscous, waarbij de couscous dus voor de toonaard van 6 staat en die 7 mollen heeft. Als we nou kijken naar die parallele toonaarden, ik heb hem hier eventjes duidelijk neergezet. Dan zie je dus inderdaad dat C majeur geen voortekens heeft en A mineur ook niet. Nou, zijn er van A mineur of zijn er van mineur toonladders altijd, zoals we in het begin leren, 3 variaties. Er zijn er meer, maar we leren in het begin 3. En die eerste variatie is eolisch of ook wel oorspronkelijk mineur. Dat is de variatie, dus in het geval A mineur, zonder voortekens. Gewoon de mineur. Daarvan kan je ook een drieklank maken. Dus dan neem je gewoon nog steeds de grondtoon, dat is de eerste, de A, de derde toon uit de toonladder, en de kwint. Dat is in ieder geval de E. Zo kun je een drieklank maken. Of je dat nou een majeur of mineur doet, dat maakt voor de techniek erachter of de theorie erachter niet uit. Dat is gewoon hetzelfde. Dus eolisch of oorspronkelijk mineur, dat betekent eigenlijk hetzelfde. Kijken naar de eerste variatie. Variatie zit hem daarin dat in harmonisch mineur de 7e toon wordt verhoogd. Dat klinkt zo. Sorry, ik maak even een fout. Ja, heel karakteristiek is aan het eind die afstand van F naar G's. Dus tussen die 6e en 7e toon zit hier heel veel ruimte. Het is nog wel steeds een seconde. Dit is dus een overmatige seconde. Die 7e toon verhoogt, dat heeft te maken met dat er een extra leitoon gecreëerd wordt. Zodat de dominant, dat hebben we natuurlijk een paar lessen geleden geleerd, hè, die 5e trap, nog steeds heel goed naar boven drijft. Dat zou minder zijn als je de 7e toon niet verhoogt in de ladder. Dan krijg je dit. Dit. Klinkt toch meer als iets wat omhoog drijft. En vandaar ook dat die harmonische en melodische ladders bestaan. Want de volgende variatie is dus de melodische ladder, melodisch mineur. Daarin zijn de 6e en de 7e toon verhoogd, maar let op, dat is op de heenweg, als je omhoog speelt. En dalend speel je eigenlijk de eolische ladder. Dus dan zijn die tonen niet meer verhoogd, dan zijn ze gelijk aan de eolische ladder. Dit is melodisch stijgend en dalend. Dus nou hebben we ook mineur toonladders behandeld. Ik hoop dat dit duidelijk is. Ja, zoals ik al zei, oefen toonladders, want je wordt daar echt veel handiger in op je instrument als je ook muziek moet spelen. Ja, dan kun je het veel makkelijker lezen en veel makkelijker spelen ook. Mochten er vragen hierover zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag of zie ik dat graag in de chat. We hebben dus eolisch gehad, we hebben harmonisch en melodisch. Gaan we nu naar het volgende onderdeel en dat is ritme uitvoeren. Eerste herhaling van ritme A. Heeft je venster in mijn scherm verschuiven, anders kan ik het ritme niet meedoen. Dit ritme hebben we dus ook vorige keer gehad en die gaan we nu samen nog een keer doen. Ik tel tot 2 en we gaan er. Komt ie. Doe je mee? 1, 2. Dat was het ritme A dat we de vorige keer ook hadden gehad. Ik hoop dat je er thuis op hebt geoefend, zodat je dit keer kon controleren of je het goed hebt gedaan.
we verder met het nieuwe ritme. Kijk eventjes naar. Kunnen we daarna met z'n allen doen. Ik wil wel echt, ik zei dat vorige keer. Het helpt echt om echt met mij mee te doen. En dat is toch beter dan dat je alleen maar naar mij luistert. Want je merkt toch altijd als je het zelf ook uitvoert, dat je dan misschien toch wel tegen punten aanloopt. Dat je denkt van, hé, goed, daar komt hij. Het nieuwe ritme voor A. 1, 2, 3. Dit was het nieuwe ritme voor A. Het mooie is nu natuurlijk dat je het ook nog een keer kunt herhaald kunt afspelen via mijn website op een later moment. Dus we gaan nu nog even, we gaan nu gelijk met het ritme voor B. Het ritme voor B was vorige keer in een allerbreve maatsoort. Dat gaan we spelen. Daar komt ie. Doe je mee? 1 en 2. Dat was het ritme voor B. Ik hoop dat het lukt. Want mensen vinden het toch in het begin altijd lastig om naar de allerbreve maten soort te kijken. Dat leest toch altijd wat lastiger, hoor ik vaak. Maar daarom zijn we hier ook. Dan kunnen we er lekker op puzzelen. En er lekker op oefenen. Nou, voor het nieuwe ritme voor B heb ik ook een lekker ritme bedacht. Dit keer lekker veel triolen erin. En ook wat rusten. Vind ik toch ook belangrijk dat we die goed tellen. En we tellen niet te snel. Tel in 6. Komt-ie. 4, 5, 6. Goed, nou tel ik natuurlijk, en ik hoop dat jullie dat ook doen, wel in je hoofd. Bij dit soort ritmes die wat complexer worden, is het toch wat lastiger om ook hardop te blijven tellen. Het is natuurlijk altijd wel het proberen waard, en langzaam gaat dat zeker. Goed, het ritme van C. Dit is een herhaling van vorige week. Weer in alle breven. Komt-ie. 1 en 2. Goed, dat was het ritme van C van vorige keer. Ik hoop dat het dit keer gelijk goed lukt om met me mee te klappen. Voor het volgende ritme, het nieuwe ritme van C, wil ik eerst wat met jullie doornemen. Namelijk metrumveranderingen. Je ziet dit wel vaker ook in je muziek tevoorschijn komen, dus daarom wil ik het er ook echt een keer met jullie over hebben. En dat is bijvoorbeeld in de metrumverandering 1... de bovenste regel, dan zie je dus eerst een vierkwartsmaat staan en direct daarna krijg je een zesachtste. Je ziet dat de vierkwartsmaat gespeeld moet worden in tempo 80 voor een kwart. En dan zie je bij de zesachtste, zie je staan, kwart is kwartpunt. Dat betekent dat de kwartnoot, de waarde, de telling vanuit de vierkwartsmaat in de zesachtste gelijk is aan een kwartpunt. Dus met andere woorden, de kwartpunt in een zesachtste duurt even lang als een kwartnoot in de vierkwartsmaat. Als je dan verder kijkt, dan zie je dus waar het weer een vierkwartsmaat wordt, zie je daarbij staan kwartpunt is kwart. Dat betekent dus dat de voorgaande kwartpunt nu de nieuwe kwart wordt. Dat betekent dus dat het nieuwe kwart in de vierkwartsmaat gelijk is qua snelheid of qua tempo, qua ritme, aan de kwartpunt in de zesachtste. Kijken we weer verder en daar zie je dan weer bij de zesachtste maat, kwart is kwartpunt.
Hier staat dus, en dan zet ik mijn metronoom even op 80. Ik hoop dat jullie mijn metronoom goed kunnen horen. Hier staat dus gewoon dit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Waarbij ik nu de 6/8 maat tussenin in 2 heb uitgeteld. Rob Steur vraagt, waarom staat er dan geen 2 kwarts in plaats van 6/8? Dat had in dit geval dus ook gekund. De onderverdeling alleen van een 6/8 maat is anders dan, dan die van een 2 kwarts. En daarom wilde ik dit aan je voorleggen. Dit is natuurlijk puur theoretisch om het hier een keer over te hebben. Als je dit onderverdeelt in achtstes, krijg je dus de bovenste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waarbij de 6/8 maat dus, hè, die kwartpunt, zoals iedereen weet, gedeeld wordt in 3/8. Kijken we even naar metrumverandering 2. Daar staat de tempo juist andersom. We beginnen weer in de 4/4 maat bij kwart is 80. En dan wordt de kwartnoot uit de 4/4 maat gelijk uit de 8e in de 6/8 maat. Dus de kwartnoot uit de 4/4 maat duurt net zo lang als een 8e in de 6/8 maat, zoals het hier staat. Kijken we verder. Bij de 4/4 maat gaan we weer over van de 8e noot is gelijk aan het tempo van de, kwart in de 4/4 maat. Dus het tempo blijft ook hier gelijk. En dan krijgen we hier weer bij de 6/8 maat. De verandering van de kwartnoot is gelijk aan de 8e in de 6/8 maat. Dus hier in de 6/8 maat is de 8e net zo lang als de kwartnoot uit de 4/4 maat. Hier tel je dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan zijn we aan het einde van dat stuk. Dus ik wilde gewoon graag een keer aan jullie laten zien dat het heel belangrijk is om die tekens te lezen die boven de muziek staan bij die maatsoortverandering, zodat je weet wat het tempo is en hoe je dat dan moet spelen. Onthoud daarbij dus dat het eerste teken slaat op de maat die ervoor komt en het tweede teken, dus na het eerste teken, slaat op het gedeelte dat erna komt. Goed, dan kijken we nu naar het nieuwe ritme van C. En daarin heb ik dat uiteraard ook opgenomen. Dus dit gaan we een keer doen. Ik zet de metronoom even aan, tempo 80. Hier staat dus kwart is kwartpunt. Dus hier, de kwartnoot, de lengte waarde hiervan, wordt hier de kwartpunt. Kijk hier even naar, bedenk voor jezelf alvast wat dit zou kunnen zijn bij de 4/4 maat. En dan moeten we nog kijken naar de overgang van de 6/8. Daar komt ie. Het begin. 1, 2, 3, 4. Dat was het ritme. Leuk om dit een keer te zien. Want nu zie je in de 6/8 maat... waar hier een duool staat, hè, in deze die klinkt hetzelfde als deze 4/4 maat. We doen het ritme nog een keer. Het begin. 1, 2, 3, 4. Dat ik de 4/4 maat fout heb gedaan, dus daarom doen we nog een keer. 1, 2, 3, 4. Right. Arthur Schulp heeft ondertussen een vraag. Waarom is kwart is 8e niet 8e is 80?
waarom is kwart is achtste en niet achtste? Ah, bij de vorige. Ja, dat had er ook bij kunnen staan. Dus je had hier eigenlijk ook kunnen zetten, achtste is 80. Dit is gebruikelijker. Dit leest eigenlijk ook makkelijker. Want dan hoef je niet daar weer aan te denken. Je moet gewoon aan de waardes denken die er genoteerd staan. Dus ook een manier om je even aan te wennen natuurlijk. Goed, ik hoop dat het duidelijk is zover. Wil ik het nu hebben over een klein stukje theorie met sequenzen. Sequentie is iets waar je heel vaak al naar geluisterd hebt, maar daar nog niet bewust van was waarschijnlijk. En ik vind dat deze lessen ook heel goed zijn om nou, eens te weten hoe zit de muziek nou in elkaar en je gehoor daar ook op te trainen. Dus we gaan het nu ook over de sequentie hebben. En een sequentie is een directe herhaling, ik heb dat ook opgeschreven, van melodie of harmonie op andere toonhoogte. Dus je krijgt eigenlijk precies dezelfde melodie of precies dezelfde harmonie. En soms wordt het ook wel gewoon gecombineerd. Vaak wordt dat gecombineerd alleen dan op een hogere toonhoogte. Bijvoorbeeld de volgende toon in de toonladder. Daarvan onderscheiden we eigenlijk twee soorten sequenzen. We hebben stijgende sequenzen. En dat is dus het eerste voorbeeld. Dan heb je dus een bepaald patroontje. En datzelfde patroontje wordt dan één toon hoger herhaald. En dan de derde keer wordt het nog een keer herhaald, hè, in de stijgende sequentie. En dan is er vaak een ontwikkeling. Daar heb ik het straks even over. Een dalende sequentie, uiteraard patroon. En het patroon wordt lager herhaald als tweede stap in de sequentie. En als derde stap in de sequentie wordt het patroon nog een stap lager herhaald. En dan is er weer een ontwikkeling. Daaronder heb ik gezet vaak in drieën. In de kunst gebeuren dingen vaak in drieën. er is vaak twee keer de herhaling en de derde keer gaat het anders. Dat is bij sequenzen niet anders. Dus daarom heb ik ook bijgezet, je hebt een patroon, je hebt nog een patroon. En de derde keer dat patroon wordt dan deels begonnen of herhaald. En dan is er nog een ontwikkeling zodat de muziek verder gaat. Bij dalende sequenzen zit dat er ook in. Een bekende sequentie, jullie kennen vaak, een sequentie komt in heel veel muziek voor, maar iedereen kent eigenlijk wel het stuk Oerlikon van Jacob de Haan. En daar in het langzame middengedeelte, er zit ook een hele mooie sequentie. Er zitten eigenlijk twee sequenzen achter elkaar. En vandaar ook dat ik dat voorbeeld graag aan jullie wil noemen. Ik zal het ook even voor jullie spelen. We krijgen zo meteen eens een klein stukje van het langzame deel uit Oerlikon. En dan krijg je dan een stijgende sequentie, zal ik ook even benoemen. En dan krijg je een dalende sequentie, dat zal ik ook even benoemen. Dus dit is Oerlikon. En dan komt de sequentie. Ik zal het nog een keer spelen, dus die stap in de sequentie. Dat is de eerste stap. Dit wordt gewoon letterlijk herhaald. Derde stap en dan gaat het anders. En dan wordt het nog een keer herhaald, want ik zei er zit ook nog een dalende sequentie in, dus ik ga verder in de muziek. Stap 1, stap 2, stap 3. Dus je hebt hier die stappen in de sequentie. Stap 2, stap 3 en die ontwikkelt. Nou, ik hoop dat jullie de piano en de muziek goed konden herkennen en horen. En we hebben nu dus een stijgende sequentie gehad. Dat was die eerste. Die is omhoog. En we
hadden die dalende sequent. En verder naar beneden. Cor zegt het geluid is niet best. Ja, het is lastig via internet. Dus ik hoop dat je het wel een beetje mee op kon pikken. En wat kun je hiermee in de praktijk? Want ik vind het zelf altijd belangrijk om... de theorie, dat is allemaal aardig en leuk. En belangrijk ook, maar wat kun je daarmee in de praktijk? Nou, ik vind het, dat heb ik al aangegeven, belangrijk om het muzikaal gehoor te ontwikkelen. En als je nu weet dat er een sequens bestaat, dan ga je ze waarschijnlijk ook herkennen in de muziek. En ja, dat is belangrijk. Het herkennen daarmee ook van de vorm en de structuur in de muziek. En het helpt je ook bij het juist voordragen van de muziek, want een componist die schrijft een sequens. En eigenlijk moet je al die stappen in de sequens steeds op dezelfde manier spelen, ook qua speelmanier. Dus als er legato staat, of je hebt afgesproken om tenuto te spelen, dan moet je die stap daarna in de sequens ook legato of tenuto spelen. Verander niks in je articulatie. Het is dus belangrijk om te weten, zodat je de muziek ook juist kan voordragen. En ik hoor ook nog wel veel mensen zeggen van, nou, ik kan nooit uit mijn hoofd spelen. Maar als je nou weet dat de sequens bestaat en dat je eigenlijk precies hetzelfde moet doen, maar dan op een andere toonhoogte, dan helpt het ook bij het onthouden van de muziek. Dus dit is dan ook weer een handvat om muziek eventueel, als je het leuk vindt, uit je hoofd te gaan spelen. Tot zover sequensen. Ik hoop dat het duidelijk is en dat ik het ook met een mooi voorbeeld uit de praktijk, wat ook dicht bij de blaasmuziek staat natuurlijk, heb onderstreept. Dan gaan we nu verder met theorie en praktijk swing spelen, deel 2. Nog eventjes korte punten van vorige keer. Want er zijn wat standaard afspraken eigenlijk. Alle kwartnoten in swing manier moeten kort gespeeld worden, tenzij anders aangegeven. Speel groepjes achtste noten, altijd, ook al staat het los, maakt het niet uit, speel ze gebonden. Ik denk het veel jazzier. Losstaande achtstes, dus dat is een enkele achtste, of losstaande zestiende noten, dus bijvoorbeeld is de Russen aan de zestiende noot, die speel je ook kort, tenzij er een andere articulatie bij staat. Goed, vorige week heb ik ook met jullie doorgenomen dat het verschil tussen klassiek en swing. Bij klassiek tellen we dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 met een metrisch accent eigenlijk op de 1 en op de 3. En bij swing tel je veel meer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. We hebben toen ook dit voorbeeld wat je nu in het scherm ziet hebben toen gespeeld met echt die accenten. Ik realiseer me natuurlijk best wel dat we die accenten toen erg hebben overdreven. En ik denk ook dat het belangrijk is om die accenten in het begin te overdrijven. Want één, het is technisch best wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. En ja, je lijf moet het ook echt gaan voelen als je dat speelt. Als je dat wat langer doet, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je daar wat verfijning in aanbrengt. Want je blijft natuurlijk niet zo die accenten hameren. Dat doe je niet in klassieke muziek. Dat doe je zeker ook niet in swing. Dus je hebt wel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maar dat hoeft niet 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 te zijn. Het moet gewoon lekker relaxed klinken als het ware. Dus we gaan nog een keer die swing... ritme spelen wat nu in je scherm staat, om dat even te herhalen. Kies daarbij even je eigen toonhoogte. Ik heb steeds dezelfde noot opgeschreven, maar dan een andere stemming. En kies daarbij ook een toonhoogte die goed bij je instrument past. Het is hier niet de technische uitdaging om zo hoog of zo laag mogelijk te spelen. Het is puur om je swinggevoel te pakken te krijgen. Ik heb mijn metronoom weer op 120 gezet. En dan doen we met herhaling gaan we het eerste spelen. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Als je adem nodig
nodig hebt, dan kun je gewoon eenvoudig even een achtste weglaten. Je hoort dat ik dat ook doe. Natuurlijk niks mis mee. Swing, dat is juist ook wel interessant om het daar even over te hebben. Swing is dan juist ook de truc om niet een tweede achtste weg te laten, want daar staat, die moet je dus een klein beetje benadrukken. Dus je doet, als je bijvoorbeeld in de derde maat van dit stukje adem nodig hebt, laat je de eerste noot weg. Ja, op die manier kun je makkelijk ademhalen. Goed, ik heb nieuwe voorbeelden. Want nu we de accentuering in ritme goed te pakken hebben, is het ook goed om een keer te kijken naar het spelen van rusten. Dus daar heb ik twee voorbeelden van meegenomen. Eerste voorbeeld. En dan moet je eigenlijk in dus de kwartnoot akkoord spelen, in maat 1. Dan krijg je in de tweede maat krijg je al die achtjes. Onthoud even goed voor jezelf hoe dat klinkt. Want in maat 4 moet je eigenlijk denken wat je in maat 2 hebt gespeeld. Alleen je speelt steeds alleen maar de tweede noot van het groepje. Dus 2, 2, 2, 2. Dan krijg je al die noten achter de rust. Goed, dat gaan we een keer proberen. Doe je mee? 1, 2, 3, 4. De vierde maat te spelen. En dat je hem telt. Pa, 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 pa. Je moet na in swing moet je natuurlijk altijd een beetje laat timen. En daarom is het goed om eerst even de basis te doen, zoals die ook in maat 2 hebben, met dat ritme. En eigenlijk doe je dus in maat 4, zoals ik net ook zei, eigenlijk hetzelfde, alleen speel je steeds maar de tweede noot van het groepje. We doen dat nog een keer. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Met rusten. Hier zie je in maat 2 eigenlijk de laatste maat die we net ook hebben gespeeld. Uit het vorige stukje. En dan als vierde maat moet je goed doortellen. En dan krijg je na een hele tijd 1, 2, 3, pa. Om die goed te timen. Uiteraard spelen we met één keer herhaling. Nou, probeer hem goed samen met mij te timen. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4. Goed, was hier raak, die laatste noot, samen met mij? Ik hoop het, en anders kun je het later natuurlijk nog een keer via de video op mijn website herhalend afspelen, om het alsnog te oefenen. Gaan we nu kijken naar een voorbeeld uit de praktijk. Ik heb een klein stukje in de mood opgeschreven. Puur om die timing ook te pakken te krijgen. En ik hoop dat jullie lekker met me meespelen. Kijk even snel naar die noten. We hebben hier wat chromatiek. Voor de rest is het eigenlijk gewoon één grote drieklank. Stuk. Goed. Daar gaan we. Het begin. 1, 2, 3, 4. Zoals we vorige keer, hè, dan, dan benadruk je natuurlijk heel erg dat accent steeds op die tweede achtste. Dat zou je nu ook nog een keer kunnen doen voor jezelf. Geef even een voorbeeld. Die swingende achtste benadrukt. Probeer dat, als je dat goed kunt, ook wat meer smooth te krijgen. Goed, dan gaan we nog een keer met z'n allen doen. 1, 2, 3, 4.
benoemen. Je ziet hier allemaal waarden van een kwartnoot staan. Kwartnoten speel je kort. Dus dit is ook een samen, die twee achtste, de waarde van een kwartnoot, kort spelen. Dat wil je hem ook doen, dus probeer het zelf ook te doen. Hier staat ook kwartnoot, ook kort spelen. Goed, nog een keer, het begin. 1, 2, 3, 4. Right. Dat was weer een stukje jazz spelen. Om het toch wat jazz hier te krijgen. Ik ben natuurlijk ik ben klassiek opgeleid. Dus er zijn veel jazzers die dat nog mooier kunnen dan ik. Maar ik weet wel hoe ik de dingen meer jazzy kan spelen. En ik hoop jullie hiermee toch wat duidelijke handvatten te hebben gegeven. Gaan we verder met het volgende onderdeel. We gaan nog een paar intervallen beluisteren. Ik zal het beeld even zo richten dat je de toetsen niet kan zien, waarschijnlijk. Kijk, ik zie mezelf niet. Dus vertrouw erop dat het zo goed is. Een paar intervallen. Dit is een reine kwint. Groot terts. Een hint, het is een nieuwe van vandaag. Groot septiem. Een rijm octaaf. Ga nu de intervallen gelijk spelen. Grote sext. Reine kwart. Laatste interval. Grote seconde. Als je hier door de week nog meer mee wil oefenen, dan hebben we het al eerder in deze sessies hierover gehad. Dan kun je misschien op je mobiel de app Ears met een Z aan het einde Ears downloaden. En dan kun je daar ook mee oefenen. Daarin komen ook de drie klanken voor. Dus ik kan nog een paar drie klanken om even naar te luisteren. Verminder de drie klank. Twee kleine terts op elkaar. En overmatige drie klank. Dus twee grote tertsen. En tot slot de majeur drie klank. Nou, ik hoop dat het luisteren steeds beter lukt. Ik krijg natuurlijk van jullie ook wel feedback hierop. En ik merk toch dat het veel mensen al beter lukt. Dat vind ik heel leuk om te horen. Heb je nou een suggestie voor een onderwerp dat je graag behandeld ziet tijdens deze les? Dan kun je die naar me mailen. We zijn nog niet helemaal klaar, want ik heb nog vier muziektermen voor jullie. En daar gaan we gewoon even doorheen. Vraag 1 is, wat betekent listesso tempo? Ik zet hier een poll op aan. Even kijken hoor. Als het goed is, zien jullie nu de poll in je scherm? Dan kun je antwoord op geven. Ja. Dus wat betekent listesso tempo? Is dat iets versnellen, iets vertragen in hetzelfde tempo, naar het begintempo of vrij in het tempo? Geef je antwoord in 5, 4, 3, 2, 1... Dan ga ik nu de poll sluiten. En dan kan ik die nu met jullie delen.
Dus de meeste mensen hadden het goed, listesse tempo betekent in hetzelfde tempo. Ik zie wel dat er wat vertwijfeling over was. Ja, iets versnellen, vertalen zijn echt andere termen. In hetzelfde tempo is het enige juiste antwoord. Vrij in tempo, dat is ad libitum, bijvoorbeeld, of rubato. Naar het begintempo zou tempo primo zijn. Even kijken. Volgende. Wat betekent stringendo? Zien jullie de pol? Ja. Toenemen in tempo en dynamiek. Is dat afnemen in tempo dynamiek? Is dat van snaar veranderen? Wegsterven of snel? Geef je antwoord in 5 tellen. 5, 4, 3, 2, 1. Dan sluit ik nu weer de poll af. Even kijken hoor. En de meeste mensen hadden het goed. We hebben het hier vorige week ook over gehad. Je moet toenemen in tempo en dynamiek. Dat klopt. Dus de muziek wordt wat wilder eigenlijk. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Bedenk ik maar ook nog dat Arthur vorige week de vraag heeft gesteld. Is smorzando hetzelfde als morendo? Ja, klopt Arthur. Dat is hetzelfde. Er is geen verschil. Daar wilde ik nog even bij op terugkomen. Even kijken, de volgende muziekterm. We hebben er 4, dus dit is de derde. Even kijken. Zet ik hem aan. Wat betekent da capo a coda senza replica? Prachtige term natuurlijk. Is dat vanaf het senjo-teken naar het coda? Nogmaals, zie je overigens ook de poll, want ik zie nog geen antwoorden binnenkomen. Nogmaals herhalen vanaf het begin met herhalingen. Vanaf het begin naar het coda op een andere manier gespeeld. Dus dat 4. Vanaf het begin naar het coda zonder herhalingen. Nou, geef je antwoord in. Dat kan via de poll. Zien jullie de poll? Want ik zie nog niemand stemmen. Ah, hier. Vanaf het begin naar... Ja, er zijn mensen die hebben gestemd. Ik zie het nu ook. Kijken waar mijn muisaanwijzer is. Ga ik hem nu afsluiten. Dus 5, 4, 3, 2, 1. Kijk hoor. Waarom zit het een beetje? Ja, dat is hij. Da capo al coda senza replica betekent vanaf het begin naar het coda zonder herhalingen. Dus de meeste mensen hadden het goed. Hartstikke goed. En jullie zien nu niks. Oh kijk, er is zo gestemd. Als het goed is, zien jullie het nu wel. Dus de meeste mensen hebben het goed. Gaan we naar de laatste vraag. Wat betekent con calore? Is dat met kleur? Is dat met warmte? Met inhoud? Of met zeggingskracht? Sluit ik de poll na 5 tellen. 5, 4, 3, 2, 1. En het juiste antwoord is met warmte. Con color betekent met warmte. Con color, dus met een O in plaats van A, betekent met kleur. Dus dat was de laatste muziekterm en tevens ook het einde... Is ook waar het woord calorie vandaan komt, zegt volgens Winston aan toe. Leuk. Even kijken. Dit is tevens het einde van de les. Dus dank jullie wel voor het weer meedoen. En nogmaals, als je er vragen over hebt of een suggestie voor een onderwerp voor een volgende les, dan kun je me mailen. En mijn mailadres is overigens ook te vinden op mijn website. Daarop kun je deze les nog een keer nakijken. Dus rolfhogenberg.eu en dan ga je naar muziektheorie.